waarom heeft ze nou juist vloeibaar dreft gekocht? Ik hoef er maar een klein beetje in te doen. Nou, het blijft eigenlijk prima. Zou u eens een proef met ons willen doen om te zien hoe lang het werkelijk meegaat? Denkt u dat u met één theelepel vloeibaar dreft al deze vuile vaat schoon krijgt? Dat denk ik wel, ja. U zou dat natuurlijk nooit doen, maar als ik er nou eens een kwart liter zuur bij gooi, zou het dan nog gaan, denk ik? Nou, dat denk ik niet meer, nee. Probeert u het toch maar eens. Het is ongelooflijk met een kwart liter zuur, hè? Het schuimt prima. Het gaat er makkelijk af. Het ontvet ook. En nu de laatste pan. Vies, hè? Nou, het is niet te geloven. Met een kwart liter jus en de hele afwas schoon en nog een lekker sopje over. Ja, zelfs voor de moeilijkste afwas geldt, vloeibaar dreft gaat echt lang mee. Langer dan u denkt. Ja, langer zelfs dan ik had gedacht. Al heel vroeg ontdekte mens de aardnoot. Aha. Aanvankelijk blijft het nog een luxe lekkernij. Voilà le pinda. Tot de gezouten pinda bij iedereen populair wordt. Generaties gaan voorbij. Maar nu komt Calvé met een heel nieuwe pinda. De roosterpinda. Fijn gekruid en droog geroosterd zonder olie of vet. Pikant en krokant. Die moet je proeven. Oriza heeft vele soorten rijst. Poprijst, zilvervliesrijst,